Het lijkt een beetje op een grote skibril, maar kijk je er doorheen, dan zie je bijvoorbeeld dit. De virtuele wereld in de echte wereld geprojecteerd. Alsof je in dit geval dus levensecht naast een vliegtuig staat. Zij zien in feite een hologram van het airconditioning systeem van een Boeing 777. Dus dat maakt van een hele interactieve les eigenlijk. Interactiever dus, maar het ziet er vooral futuristisch uit. KLM ontwikkelde de applicatie en geeft de trainingen nu aan de studenten. Ja, dat is het eigenlijk feitelijk ook wel. De HoloLens maakt het mogelijk om met een aantal mensen tegelijk, en wij hebben maximaal van 9 mensen die we tegelijk kunnen streamen, te kijken naar een hologram en dus samen te gaan onderzoeken hoe het technische systeem in elkaar zit. En het leuke is dat zij zien het hologram, maar wij als omstanders zonder bril niet. Vandaar dat het er futuristisch uitziet voor ons. Ja. En het airconditioning systeem is ontzettend complex. En als je dat vanuit de theorie moet lezen en begrijpen, dan wordt het gewoon lastig. Maar dit is gewoon eigenlijk op een hele interactieve manier bezig met een 3D-model, dus ook 3D-denken, benoemen van de componenten, gewoon op een heel andere manier lesgeven eigenlijk. Ja, hoe is het nou zo'n HoloLens op? Ja, het is wel gewoon leuk, want je kunt alles in het echt kun je ook weer een beetje zien. Nou, dat is een keer wat anders dan een reguliere les, dit. Ja, wel wat leerzaam, ja. Dat kun je wel zeggen. Ja, op welke manier? Ja, je bent meer interactief bezig. Het is, je kunt zelf een vliegtuig aanpassen. Je kunt veel meer natuurlijk. Maar je ziet eigenlijk gewoon de hele wereld zie je gewoon normaal. Alleen in het midden van het beeld, of kun je aanpassen, zie je gewoon een hologram. Dan kun je aanpassen naar je eigen zin. Dus dat is wel gaaf. Spectaculair is het in ieder geval. Maar is het ook het nieuwe lesgeven van de toekomst? Ik denk dat het een manier is om les te geven. Dus het vervangt niet het klassikale frontale lesgeven, maar het is gewoon een manier. Ja. Dat is heel belangrijk. Ja. KLM ontwikkelde deze applicatie en gaat nu met deze futuristische lessen langs de opleidingen. Selectie te maken binnen dat hologram.